staan hier op de IFA bij de stand van Sony. En Sony presenteert hier zijn eerste twee tablets, de Tablet S en Tablet P. En ik heb hier de Tablet P in mijn handen. En het is een bijzonder apparaat. Het lijkt niet echt op de tablets die we tot nu toe kennen. Je ziet dat hij dichtgeklapt is en zodra je hem openklapt, onthult zich hier het scherm. Deze Tablet P heeft wifi en 3G. Hij heeft een camera aan de achterzijde en één aan de voorzijde. Er zitten verschillende aansluitingen op. Bijzonder is dat er ook een USB-aansluiting op zit hier. En een hoofdtelefoonaansluiting. Je laadt hem op via de speciale oplader. Op de Tablet P staat Android 3.2 geïnstalleerd. En Sony heeft daar een lichte Sony skin overheen geplakt. Zoals je hier ziet, het scrollen gaat best wel soepel. Je kan de tablet natuurlijk gebruiken om te internetten. Er staan natuurlijk verschillende apps op voor geïnstalleerd. Je kan ook zelf apps installeren via de Android Market. Bijzonder is dat je hem echt als een boekje kunt gebruiken om te lezen. Dus de e-reader functie die gebruik je in de verticale stand. Waarbij er beide schermen één pagina van het boek te zien is. Je kan hem ook gebruiken om spelletjes mee te spelen. Dan verschijnt op het bovenste scherm zie je het beeld van het spel. En op het onderste scherm verschijnt de controller. En zo lijkt hij een beetje op een PlayStation Portable. Verder is het handig dat bij sommige applicaties beide schermen een andere functie hebben. Bij e-mail heb je bijvoorbeeld op het linkerscherm zie je al je e-mailberichten. En op het rechterscherm zie je dan één van de e-mailberichten die je wilt lezen, helemaal. Je kan nog net niet met deze Tablet P bellen, maar je kan bijvoorbeeld wel Skype installeren en dan via wifi bellen. De webbrowser kun je alleen in de horizontale stand gebruiken. En je hebt altijd last van de zwarte rand in het midden, omdat de twee schermen niet helemaal tegen elkaar aankomen. Maar eigenlijk is dit nog niet eens erg storend, want je kunt toch gewoon alles lezen wat op het schermpje staat. De Tablet P is echt een bijzonder apparaat. Door de twee verschillende schermen kun je sommige applicaties heel handig gebruiken. Zoals de e-reader applicatie en de spelletjes spelen, dat gaat gewoon een stuk beter eigenlijk met de twee losse schermpjes. Als je alleen maar webpagina's wil bekijken, dan is het misschien handiger om een normaal tablet te nemen. Ook omdat het scherm daarvan veel groter is. Je kan de Tablet P ook eenvoudig vasthouden. Hij ligt makkelijk in de hand. Hij is wel zwaarder dan een smartphone, maar toch met één hand is het goed te doen. En je kunt hem natuurlijk makkelijk meenemen omdat je hem dicht kan klappen. De Tablet P is waarschijnlijk vanaf eind november te kopen in Nederlandse winkels voor €599.